dat? Zon. Eindelijk. En dat komt mooi uit, want ik wilde het gaan hebben over de bloemetjes en de bijtjes. Nou ja, over de bijtjes dan voornamelijk. Of eigenlijk alleen over de bijtjes. Hi, ik ben Denise. Ik ben kattengedragstherapeut en gedragsbioloog. En ik deel mijn kennis met baasjes zoals jij, die hun kat zijn allerleukste leven gunnen. Welkom bij Lekker in je Vacht, het kanaal voor gelukkige katten. Ik hoop dat alles goed met jullie gaat en met je katten natuurlijk. En dit hele leuke onderwerp kwam van een van jullie, van Marion. Dankjewel Marion. Die vroeg zich af of het mogelijk is om katten te trainen om van bijen, rommels en wespen af te blijven. En als dat dan niet mogelijk is, wat je dan kan doen om te voorkomen dat ze gestoken worden. En ik weet niet of jij zelf wel eens gestoken bent, maar dat doet echt verrot zeer. En de keren dat ik gestoken ben is gelukkig op één hand te tellen. Door zagrijnige wespen die met verkeerde benen uit bed zijn gestapt. Echt zonder redenen dat ik blijkbaar op dat moment op de verkeerde plek was. Ik weet nog een keer dat ik in een tuincentrum liep. En ik had die wesp wel ergens in de verte zien zweven. Maar goed, ik had zoiets van prima, ik ben hier mijn ding aan het doen. Ja, ik ben daar jouw ding aan het doen. En we hoeven voor de rest geen last van elkaar te hebben. Want bij dat soort beestjes is het toch vaak dat ze pas link worden op het moment dat ze in het nauw gedreven worden of dat je een nest verstoort. Hè? Maar er was echt totaal geen sprake van iets in ook maar die richting. En deze had blijkbaar die theorie niet meegekregen en die ging direct voor de aanval. En ik weet ook nog dat ik het zo oneerlijk en zo onterecht vond dat die mens naar me toe gevlogen kwam en me uit het niks gewoon stak. En het verbaast me iedere keer weer hoeveel pijn zo'n steek doet. En niet alleen de steek zelf, want je voelt echt wel, zeg maar, het moment dat je huid, dat ze door je huid heen breken of dat je huid doorboord wordt. Maar ook, zeg maar, gewoon het moment daarna dat er zo'n zwelling ontstaat en geeft echt zo'n heel brandend en jeukend gevoel. En dat bij elkaar maken het wel echt een hele vervelende en memorabele ervaring. En als je allergisch bent, dan is zoiets natuurlijk zelfs levensgevaarlijk. En ook katten kunnen allergisch zijn. En ik weet niet of je wel eens meegemaakt hebt dat je kat gestoken is door zo'n gele rakker met zo'n streepjes pyjama. Maar insectenbeten komen best wel vaak voor bij katten. Want katten zijn nieuwsgierig aangelegd en als ze iets kleins snel en onvoorspelbaar zien bewegen, dan willen ze het mee spelen en dan willen ze het opvangen. Mooie koets heb je bij. Da? De kans is dan ook groot dat als je kat gestoken wordt, dat dan is in een pootje. Want ze gaan ermee lopen tikken. Of ze springen er juist op met de pootjes. Waardoor het insect in het nauw gedreven zit onder die pootjes. Vervolgens kunnen ze er ook aan gaan ruiken. Dus
gestoken worden in de neus. Dat is een veel voorkomende plek. En daarnaast zullen ze het in de bek willen pakken of willen opeten. Dus in de bek of in de lip of achter in de keel. Dat zijn ook plekken die vaak voorkomen. En als ze gestoken zijn, dan voelen ze zich zo zielig. En terecht dus ook, want het is gewoon echt heel pijnlijk. Maar allereerst wil ik even kijken naar de biologische achtergrond. Want dieren hebben in de natuur allerlei manieren om zichzelf te beschermen tegen gevaar. Of ze weten wat gevaarlijk is, of ze leren door middel van ervaring. En het meest vroege beschermingsmechanisme is natuurlijk datgene wat aangeboren is. Al katten worden wel geboren met een soort van notie van wat gevaarlijk voor ze is. Zo weten ze zonder er ooit één gezien te hebben bijvoorbeeld dat een coyote gevaarlijk is. Ze hebben hem niet gezien, maar ze hebben wel een soort van concept in hun hoofd. Dat op het moment dat ze een coyote zien, dat ze die herkennen als zijnde dat is gevaarlijk en ik moet vluchten. Dus dat is het stukje wat aangeboren is. Dieren kunnen ook dingen leren door middel van ervaringen. Dieren kunnen leren door middel van trial and error. Wat je zou kunnen samenvatten als vallen en opstaan. Wat ze wel en wat ze niet veilig kunnen eten. Vogels kunnen bijvoorbeeld leren dat bepaalde vlinders met een bepaald patroontje zeer bitter smaken. En omdat die vlinder zo smerig smaakt dat die vogel denkt van, nou, deze krijgt echt een 1-sterren recensie, zal hij de volgende keer als hij zo'n vlinder met dat patroontje ziet hem vermijden. En daar is dus maar één zo'n hele negatieve ervaring voor nodig. En het is niet zo alsof die wespen en hommels en bijen nou een heel subtiel uiterlijk hebben. Ze schreeuwen bijna dat ze bestaan met die felle kleuren en die hele opvallende strepen. Het zijn zeg maar de Nikki tutorials in full glam onder de insecten. En als je zo opvalt in de natuur, dan kan je jezelf maar beter kunnen beschermen. Want het maakt je namelijk heel kwetsbaar. En dat kunnen ze natuurlijk ook. En ze kunnen steken. En roofdieren hebben dus op hun beurt al die jaren de insecten met de meest opvallende kleuren en patronen vermeden. En in de loop van die duizenden jaren zijn die strepen en die kleuren dus steeds opvallender geworden. En dat je bijen, hommels en wespen met rust moet laten, dat is in de natuur dan ook niks nieuws. Dat geel met zwarte streep uiterlijk, dat staat in de natuur in het algemeen bekend als iets dat je er vanaf moet blijven. En die boodschap is zo algemeen bekend dat er vliegjes bestaan, zweefvliegen, en die lijken op wespen maar helemaal niet kunnen steken. Maar daardoor toch met rust gelaten worden door roofdieren. Omdat ze dus zo'n geel met zwart gestreepte pyjama aan hebben. Nou zou hetzelfde in principe moeten gelden voor katten. Maar die lijken die memo niet gekregen te hebben. Want 1. Die kleur en die strepen die schrikt helemaal niet af. En 2. Worden ze een keer gestoken en zijn ze heel erg zielig. Dan zorgt dat er echt niet voor dat ze vervolgens nooit meer een mol, een bij of een wesp pakken. Ze lijken daar helemaal niks van te leren. Nu gaat dat misschien tegen je gevoel in, maar in de natuur is leren ook niet altijd even handig. Er zijn situaties waarin je beter kan vergeten. Leren is vooral handig als jij leeft, als jij voorkomt in een gebied die er altijd een beetje hetzelfde uitziet. Dan is het handig om te leren om te onthouden waar bijvoorbeeld een bepaalde voedselbron zich bevindt. Dus als je een bij bent waar een grote hoeveelheid korenbloemen staat bijvoorbeeld. Of als je een kat bent waar een grote kolonie muizen woont.
Maar als je in een heterogene omgeving woont, oftewel in een omgeving die heel erg veranderlijk is, dan is het niet zo handig om dingen goed te kunnen leren, want dat verandert steeds. Het is steeds anders. Dan is het veel handiger als jij jezelf daaraan kan aanpassen en als je dus in die omgeving goed dingen weet te vinden en te verzamelen. Dus goed kunnen leren is niet altijd in elke situatie het meest handig. Maar als het aankomt op het eten van gevaarlijke stekende insecten, kan ik me ook niet zo goed een reden bedenken waarom het van die eigenwijze drollen zijn. Het is ook niet zo alsof katten de kleur geel misschien niet kunnen zien. Want katten zien namelijk juist in gele, grijze en blauwe tinten. Dus dat is ook geen excuus. Wat wel algemeen bekend is, is dat katten van meer dingen het gevaar niet zien. Denk bijvoorbeeld aan giftige planten zoals lelies. Blijven ze echt niet bij uit de buurt. Of denk aan giftige producten zoals chocola. Er zijn vrij veel katten die chocola zelfs heel erg lekker vinden. Dus voor het herkennen van gevaar hebben ze oplettende en zorgzame baasjes zoals jij nodig. Baasjes die goed weten te herkennen wanneer hun kat gestoken is. En tekenen dat je kat gestoken is, zijn een lichte zwelling. Soms laat een bij, een wesp doet het niet, maar een bij laat echt wel een angel achter die je kan vinden op de huid van je kat. Als ze in het pootje gestoken zijn, dan kunnen ze het pootje omhoog houden en likken aan de aangedane plek, aan de pijnlijke plek. Ze kunnen gaan mouwen en jammeren. En meestal hoef je niks te doen en heelt het weer zelf. Als het gaat om een bijensteek en er is nog een angel aanwezig, dan moet je die angel verwijderen zonder dat je op het gifkliertje het doet of daarin knijpt. The top part right here is still intact. That's the venom sac. You don't want to burst the venom sac because it's going to make the sting a lot worse. So what you want to do is take something flat like a credit card or a gift card and take it and just scrape until it pops right out like that. En koelen met een ijsplek kan helpen tegen de zwelling en tegen de pijn, maar veel katten laten dat niet toe. Als je kat het toelaat, dan kun je je kat op die manier ondersteunen. Het is ook goed om je kat te monitoren op eventuele symptomen die wijzen op een echte allergische reactie, want dat is echt gevaarlijk. En als je kat echt allergisch is, dan zal je dat binnen 20 minuten tot een aantal uren gaan merken. En wat je dan ziet is niet een lichte zwelling, maar een hele heftige zwelling. De kat kan een piepende ademhaling en ademhalingsproblemen ook gaan krijgen. Nu kan dat ook het geval zijn als je kat gestoken wordt in zijn keel. Dan kan die ook ademhalingsproblemen krijgen en op dat moment zul je echt naar een dierenarts moeten. Verder kan je braken, diarree, zwakte of toevallen bemerken bij je kat. Als je iets in die trant ziet of als je het gewoon al veel eerder niet vertrouwt, bel de dierenarts. Overleg even met de dierenarts wat je het beste in jouw situatie kan doen. Nou is dat natuurlijk allemaal super vervelend en ik snap ook dat je het liefste wil voorkomen. Maar helaas is er weinig aan te doen. Zoals ik al zei, de meeste katten leren helemaal niks van zo'n steek en zullen er gewoon opnieuw weer mee gaan spelen en weer opnieuw ze proberen te gaan vangen. Marion vroeg of het zin heeft om haar om de bijenplant weg te halen, om die zeg maar op een aparte plek neer te zetten. En dat heeft ook weinig zin. Het is namelijk niet zo dat bijtjes of hommeltjes weten dat die plantjes speciaal voor hen neergezet zijn. Het is alleen zo dat die bijenplanten eigenschappen bezitten die ze net wat aantrekkelijker maakt. Nee, maar het is niet zo dat je op andere planten geen bijen of hommels gaat hebben. Dus dan zou je al je planten
weg moeten halen. En dat zou ik niet aanraden, want je doet je katten ook zo'n enorm veel plezier met een groene omgeving waar ze in kunnen zijn. Dus tenzij je katten echt allergisch zijn, hè, want dan heb je het over een levensgevaarlijke situatie, zou ik accepteren dat het de natuur is, dat het erbij hoort. Het is een risico van naar buiten gaan. En helaas kan je je katten ook echt niet trainen, want het gaat om instinct dat je wil afleren en dat gaat niet. Die hele vervelende ervaring van gestoken worden, dat zou de training moeten zijn. En dat is het niet. Ik moet zeggen dat mijn katten, Juni, Wonka en Ila, dat ze geen van alle ooit gestoken zijn. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat het zijn geen grote jagers. Wonka die wil nog wel eens een motje vangen, zo met de schemering. En het hele ras, de heilige Birmaan als ras, zeg maar, staat ook bekend als ras dat niet snel geneigd is tot het vangen van vogels. En dat kan ik wel beamen. Ik heb mijn hele tuin vol hangen met vogelvoer en waterbakjes, dat soort dingen allemaal voor de vogels. Dus ik heb echt wel een hoop vogels in de tuin. En het enige wat ze doen is dat ze de vogels soms wegjagen als die op de plekjes staan waar zij graag willen liggen. Dat doen ze wel. En het is ook niet zo dat ze het niet zouden kunnen. Want ik zie ze af en toe sprinten maken met 300 km per uur. En dan lijken wel cheetahs die voorbij komen rennen. Dus als ze zouden willen, kunnen ze echt wel een vogel vangen. Maar het zit niet zo in ze. Het zit niet zo in dat ras. Dus samengevat is het zo dat je helaas je katten niet kan aanleren om wespen, bijen en hommeltjes met rust te laten. Helaas. Maar als iemand me met een pistool op mijn hoofd zou dwingen om een antwoord te geven op wat je kan doen, om een tip te geven, dan zou ik me richten op dat jaaggedrag. Want dat is natuurlijk uiteindelijk hetgeen wat ze doen met die beestjes. En uit onderzoek is gebleken dat wanneer katten een eiwitrijk dieet krijgen en er voldoende met ze gespeeld worden, middels objectspel, dus middels een speelhengeltje bijvoorbeeld, dat ervoor zorgt dat het jaaggedrag op wilde diertjes afneemt. We hebben in de webshop hele goede speelhengels van het merk Purse. Die kun je gebruiken met verwisselbare speeltjes. Ik heb hier bijvoorbeeld een vogeltje die je aan de speelhengel van Purse kan hangen. Ze zijn verwisselbaar door die oogjes. En de speelhengels van Purse hebben een haakje. En dus op die manier kan je iedere keer weer een ander speeltje daaraan hangen. Je kan wel zien hoe levensecht die speeltjes eruit zien. En dat heeft als voordeel dat het voor de kat er ook levensecht uitziet. En dat jachtinstinct echt getriggerd wordt. Toevallig hebben we ook bijtjes, honingbijtjes, zoals als speeltje in de webshop. En nou zou je misschien zeggen van ja, dat wil je toch niet stimuleren. Maar aan de andere kant liever dat ze dit bijtje vangen dan een echte in de tuin. En dan wil ik nog even laten zien, als je al een speelhengel hebt, dat een teaser echt een heel fijn alternatief is om erbij te hebben. Omdat de beweging die zo'n teaser maakt, is meer insectachtig. En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze video. Maar voordat ik de video beëindig, wil ik nog even wat anders laten zien. Want ik ben al 2 jaar bezig met het idee uit te werken voor een geurverrijkingsdoos of kit. Ik ben nog niet helemaal uit over de naam. En ik probeer met
zeg maar, het assortiment van de webshop van Lekker in je Vacht steeds te bedenken van als je het hebt over je kat zijn leukste leven gunnen, wat is dan de basis daarvan? Nou, wat er echt nog miste, vond ik, was geurverrijking. De katten die leven natuurlijk veel meer nog dan wij in een wereld van geur. Dat is een heel belangrijk onderdeel van hun leven. Maar het idee was in ieder geval om een doosje te maken om wat verschillende producten bij elkaar te hebben. Zodat je de omgeving van je kat interessanter en uitdagender kan maken door hem telkens weer kennis te laten maken met een andere geur en ook met een andere uitwerking. Want als we het hebben over Matatabi en Valeria, die zijn vooral rustgevend. Dit is Matatabi fruitgal. En dat doet wel hetzelfde hoor. Dat heeft ook een kalmerende werking op je kat. Maar in al die verschillende planten en al die verschillende planten delen. Dus van de Matatabi hebben we dan bijvoorbeeld de stokjes en het fruitgal. En die bevatten toch allemaal weer een eigen hoeveelheid en een eigen samenstelling aan werkzame bestanddelen. Waardoor het allemaal dus een eigen ervaring geeft aan je kat. En vooral voor binnenkatten is het natuurlijk heel belangrijk dat je de kat van een uitdagende omgeving voorziet. En dit is niet hoe het setje er uiteindelijk uitkomt te zien. Dit is nog het prototype, zeg maar. Maar wat erin zit, dat staat in ieder geval wel vast. Dus dat wilde ik even laten zien. Dus het is catnip bloemknoppen. De gewone gedroogde catnip. Matatabi gal. Valeriaan, gedroogde valeriaan wortel. En een Matatabi stokje. Dus binnenkort zal je zo'n setje kunnen kopen voor je kat. En met telkens een nieuwe geur kun je dus echt hun leven verrijken. Dus dat was het filmpje weer voor deze week. Ik hoop dat je het leuk gevonden hebt. Ik hoop dat je als tegenprestatie voor alle tijd en energie die ik in deze video heb gestoken even op dat duimpje wil drukken. En als je het een leuke video hebt gevonden, en dan kun je je natuurlijk ook abonneren op het kanaal. En dan zie ik je de volgende keer graag weer. Doei!